Van muziek maken word je slim. Steeds meer gemeenten hebben grote moeite om de begroting, zeg maar het huishoudboekje voor volgend jaar, sluitend te krijgen. En dat betekent bezuinigen, bijvoorbeeld op cultuur en muziek. Ook de gemeente Duiven wil hier 10% op korten. En dat roept grote weerstand op. Komt ie. Muziekles op school, maar ook de musicalvereniging. Voor alle cultuur in Duiven dreigt een forse bezuiniging. Nou, de gemeente wil 10% op ons budget bezuinigen. En dat betekent gewoon dat we weer 5 tot 10 muzieklessen minder kunnen geven binnen de scholen in de gemeente Duiven. Muziekles is heel erg belangrijk, want door samen muziek te maken leer je spelenderwijs allerlei cognitieve vaardigheden. Het is niet alleen die muziekles, maar het heeft zoveel meer in zich. Ook musicalvereniging Pit vreest voor de bezuinigingen. Voor de club zelf en voor het publiek. We zijn een goedkope avond uit voor ontzettend veel mensen, voor gezinnen, voor ouderen. Dus we hebben daarin een hele belangrijke functie dat er een mooi uitje is voor dat soort mensen. En eigenlijk hebben we ook een hele brede doelgroep die bij ons speelt, van jong tot oud. Wanneer lessen en kaartjes meer gaan kosten, wordt cultuur voor veel mensen onbetaalbaar. Het wordt hartstikke duur. Ik bedoel, een gemiddelde muziekles is voor heel veel mensen niet meer te betalen. Dus daarmee creëer je in plaats van kansengelijkheid, worden de kansen alleen maar ongelijk. In groep 4 en 5 van de Chameleon gaat de les nog even door. Muziekdocent Laurien weet één ding heel zeker. Van muziek maken word je slim.